Ik zie jullie allemaal kijken. Hij zit wat er mijn haar. Ik weet niet, is fucked up. Ik kan nu zo'n video maken waaruit mijn kamer binnenkom. Computer aansteken, naar YouTube kijken. Terugflits naar mijn gezicht. Terugflits naar de subs op YouTube. Daar staat er dan 5000. Dan spring ik recht, loop ik door heel mijn huis. Dan doe ik een dansje. Ik kan hysterisch op mijn bed beginnen springen en koprollen doen. 5000! Ja! Oeh! 5000, sir! Ja! Oh shit! Oeh! 5k! 5k! Yes! Of ik kan gewoon deze fucking lekkere Canada Dry in een Starbucks glas drinken. Ik kan een pot yoghurt eten. Ik kan ook de typische 1000-mijlpaal parlé doen. Stel je voor dat we in een zaal staan en dat er gewoon 5000 mensen voor me staan. Holy fucking shit. Holy shit. Of ik haal het gewoon door mijn acid-style. En dat gaan wij nu doen, want wij zijn origineel. Let's go. Hier met vandaag de 5000 sub special. Ik hoop dat jullie die intro een beetje leuk vonden, want ik heb er fucking lang aan gewerkt. Holy shit, we hebben 5000 abonnees. What the fuck, what the fuck G. 5000 mensen hebben op dat fucking knopje gedrukt. Abonneren, holy shit. En ik kan jullie zeggen, echt, holy shit. Ik heb er zo lang naar uitgekeken om 5000 te halen. Ik had 3000. En als je 3000 hebt, dan is het zo, oké, we hebben 3000. Als je 4000 hebt, is het zo, oké, 4000. Want dan zit je bij 4000 en dan denk je van, holy shit. Als ik 5000 heb, what the fuck. En dan maakt het gewoon extra sick, dus holy shit, guys. Ik had een paar dingen aan jullie beloofd dat ik ging doen als ik 5000 subs had. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Ik ga een webshop openen waar ik truien ga verkopen. En ik heb een geweldig idee om die truien te verkopen. De trui die jullie gaan kunnen kopen is deze trui. Dus bij Illuminati 300. Huftrui. Maar dan natuurlijk niet van Huf. Maar eigenlijk met een soort, ja, dingetje speciaal erin. Als je kijkt naar deze fanart van mij en je zou inzoomen op de driehoek, dan zie je dat er in die driehoek niet Huf staat zoals bij mij. Dat er gewoon echt acid staat. Dat er gewoon acid in die driehoek staat. En dat is dan het concept om die truien te maken. De zwarte trui. Met hier dus de driehoek waar acid in staat. En op de achterkant ook gewoon een grote driehoek waar ook acid op staat. Epic. Natuurlijk zou het niet mijn webshop zijn als er geen 5 panels zouden verkocht worden. Ik heb goed nieuws. Shaquille gaat mijn bed opsturen waar hij heeft die gevonden. Dus dat is ook chill. Dus vanaf dat ik zie dat een van die webshops 5 panels verkoopt, gaan wij gewoon meteen 5 panels beginnen verkopen. Holy shit. 5 panels zijn gewoon echt de shit. Andere 5 panels, hè? Weg naar 5000 subs. Hij was echt fucking episch. Bij YouTube mag je nog altijd fucking leuk. Het is echt een van de beste hobby's. Ja, eigenlijk. Ik vind het wel de leukste hobby die er is. Ik doe het graag. Het is leuk. En jullie supporten de laatste tijd. Het is echt... Dus jongens, holy shit. Ja, wow, holy shit. Ik werd vanmorgen wakker en ik ging kijken naar YouTube. En ik zag gewoon dat ik al 5050 subs had. Ik weet nog dat ik vroeger super blij was als ik 3 subs bij had in een dag. En die zijn dat er soms gewoon 50 of 100 op één dag. Is fucking insane. Is echt niet normaal. Kijk, niet normaal. Eigenlijk is het gewoon fucking gestoord. Holy shit. Ik kan het zelf bijna niet geloven dat ik 5...
10.000 subs heb. En ik hoop dat jullie erbij blijven voor die 10.000. En ik hoop dat iedereen die naar deze video aan het kijken is erbij blijft. Totdat wij die 10k hebben gehaald. En op 10k moet ik gewoon iets speciaals doen. Ik denk dat ik op 10k een soort van Draw My Life ga doen. Of ja, een kleine meeting. Ik weet het echt niet. Ik denk gewoon, ik zou het liefst op 10k gewoon een Draw My Life doen. Ik denk dat dat gewoon fucking episch zou zijn. Hoe kan ik jullie zeggen dat er een 5k special stream komt? Samen met Ryan van Unagis. Dus hij komt dan naar hier of ik ga naar hem. En dan gaan wij samen live streamen. Want Ryan heeft net ook de 5k gehaald. Wat is zo net op hetzelfde moment 5000. Fucking episch, echt. Geweldig. Dus de info voor die livestream komt zeker nog later. En holy shit, die livestream had fucking uit de hand lopen. Sowieso. We zijn alle twee even gestoord en die livestream, ja, dat kwam gewoon niet goed. Als het ooit mode wordt om riemen als hoofdbanden te dragen, holy shit, dan hang ik me echt gewoon op met de fucking riem. Play me on my ADD, baby. Zouden het zo moeten kunnen vieren dat ik 5000 subs heb? Zouden ze met iedereen die wil zo'n verjaardagsfeestje moeten doen en dan met veel drank en een grote party en maak een grote video? Dat zou echt nog nice zijn. Alleen jammer dat dat niet kan. Holy shit. Holy shit. 5000 subs. Jongens. Ik hoop dat iedereen die naar deze video zit te kijken, iedereen even blij is als mij. Want jullie maken er een deel van uit. Jullie zijn één van die 5000 mensen die ooit gesubbed is op mij. Als je nog niet gesubbed bent, yo. Druk even op die subknop. Ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden zodat wij zo snel mogelijk die 10k subs kunnen behalen. Rijken. Rijven. Hebben. Er komt nog een info-video over de truien webshop deck. Er komt nog een video over de livestreams. En morgen zie ik jullie gewoon terug. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, jongens. Holy shit, ik ben fucking blij. Ik ben Acid en ik zeg adios, bitches. Hey, are you?